Coehoorn moet een aantrekkelijke en creatieve wijk worden. Het tijdelijk initiatief dat 5 jaar geleden opgericht is, bestaat nu uit concrete plannen. Verslaggever Pieter Pluigers sprak met Paul de Bruin, mede-initiatiefnemer van Coehoorn Centraal. Wat houdt de gebiedsvisie Coehoorn Creatieve Wijk precies in? Ja, dit is een kijk op de toekomst van dit gebied, waarbij wordt vastgesteld waar gebouwd wordt, wat blijft staan en wat gesloopt wordt. En bijvoorbeeld ook wat uiteindelijk de toekomst van het park is. Een van de elementen is minder hittestress. Nou ja, dat is natuurlijk een van de functies van groen in het algemeen in steden. En we zijn heel erg blij dat dit groen hier is ontstaan, uitgerekend op een plek dat van oorsprong nog redelijk versteend was. En in de gebiedsvisie is eigenlijk aangegeven van zo'n plek moeten we ook eigenlijk houden. Dus we zijn heel erg blij dat dit een van de argumenten is om het Coehoornpark te behouden in de toekomst. U bent ooit in de tijd van Rijnboog begonnen met Manifest van de Ruimte. En die collega Peter Groot met het departement van ruimtelijke ordening. Die zijn we in een hele andere tijd. Wat is er veranderd in al die jaren? Wat veranderd is natuurlijk de economische omgeving. Hè. We leven nu in een iets andere tijd. De bouw trekt enorm aan. Dus dat betekent dat je ook in een andere context zit. In de tijd van de start van DTO, maar ook Manifest van de Ruimte, was er natuurlijk veel leegstand. En we hadden toen geen zicht op herstel van die hele bouwmarkt en vastgoedmarkt. Ja, dat is enorm veranderd. En dat maakt het wel bijzonder dat een project als Coehoorn toch in deze tijd voortgang kan vinden. Wat heel bijzonder is aan de huidige situatie is het collectief particulier opdrachtgeverschap, CPO. Ja, dat is een bouwvorm, een ontwikkelvorm die in Nederland steeds meer voorkomt. En daarbij gaat een collectief het ontwerp voor het pand maken en zorgt ook dat het gebouwd wordt. Dat is wat anders dan dat een pand wordt gebouwd door een projectontwikkelaar en te koop wordt aangeboden. En we hopen daarmee dat door zo'n CPO-project er ook een community, een gemeenschap hier naartoe komt die iets met het gebied heeft. Wat is de kracht en de kern van dit gebied wat in die gebiedsvisie naar voren komt? Ja, ik denk dat de kracht de diversiteit zal zijn. Dus diversiteit in type van wonen, combinatie met groen. En dan ook nog het collectief opdrachtgeverschap is een hele bijzondere. In combinatie weer met de creatieve ondernemers op deze plek. Dat maakt het een hele gemengde wijk. Eigenlijk iets wat thuis hoort in een stationsgebied als hier in Arnhem. Het park blijft een belangrijk onderdeel hiervan. Ja, absoluut. Daarvan is in de gebiedsvisie nu vastgelegd dat het park moet blijven. Het zal in vorm best wel veranderen. Hè. We moeten ons ook nog buigen over de vraag hoe gaat het beheerd worden in de toekomst. Maar dat het groen hier blijft, dat is duidelijk.